Nationaal Park de Hoge Veluwe viert vandaag haar 75ste verjaardag. Reden genoeg voor de koningin om het park met een bezoekje te vereren. Tijdens dit bezoek neemt ze ook het jubileumboek in ontvangst. Burgemeester Kees van de Knaap staat Hare Majesteit al op te wachten. Hij is trots op het natuurschoon in zijn gemeente. Het park de Hoge Veluwe is samen met Krullemuller de parel van mijn gemeente. En ik ben ook blij dat ik als burgemeester van de gemeente Ede daar de koningin mag ontvangen. Om hier het 75 jaar bestaan van het park de Nationale Hoge Veluwe, om die samen met de koningin te kunnen herdenken. En hoe vindt u dat de koningin reden genoeg vindt om dit park te komen bezoeken? Nou, dat geeft de waarde van het park aan. Dat de koningin komt niet bij iedere gelegenheid. Dat ze hier naartoe komt om dat met ons mede te herdenken dat het 75 jaar geleden is dat hier een particuliere onderneming is gesticht om het park te beheren. Nou, dat geeft wel aan welke waarde zij daaraan toekent. Eenmaal binnen werden koningin Beatrix en de andere genodigden ontvangen met een toespraak van directeur Van Voorst tot Voorst. Daarop volgden een vijftal muziekstukken van het Britten Jeugdorkest. En de jubileumfilm werd vertoond. Deze was genaamd Het volmaakte van al het gebeuren. Uit handen van voorzitter Frank Schreven ontving Beatrix de kroon op het jubileum. Het jubileumboek. Dit is een hele speciale dag voor ons, voor het park en al onze medewerkers en ik hoop ook voor de bezoekers. En hoe vindt u dat de koningin op bezoek komt? Ja, dat is natuurlijk altijd heel speciaal. Dat is natuurlijk, als je koninklijke aandacht krijgt voor datgene waar je dagelijks mee bezig bent, dat zegt natuurlijk wel iets van het park. En ook met name van onze majesteit dat ze hierheen wil komen natuurlijk. Ja. Maar dus hebben we een heleboel mensen hier die bijzonder zijn en eigenlijk alle gasten vandaag. Maar dit is altijd bijzonder als er koninklijke bezoekers natuurlijk.